Ik kan het wel echt, man. Je kan de versnellingsbak afzonderlijk instellen van jouw rijgedrag. Zeggen dat is toch lekker cafeïne, lekker jongens. Goedemorgen, kijk eens even. Mijn wagen staat op mijn camera te leunen. Dit bedoel ik, mijn camera leunt op mijn wagen. Jongens, vandaag weer een fantastische dag voor mijn maatje Roy. Die heeft een nieuwe supercar gekocht en hij draait helemaal door. En ik vind het fantastisch. Nee. Super dik. Roy die heeft een McLaren gekocht in Utrecht. Dus ik rijd daar zo heen. En dan ben ik erbij en dan gaat hij zijn nieuwe supercar ophalen. Hoe de hele situatie zit, dat moet hij zomaar even uitleggen. Hij heeft in ieder geval lekker de YOLO-knop aan. Ik geef hem groot gelijk. Ik gun het hem ook. Moet hij ook gewoon lekker doen. Je leeft maar één keer. Hij heeft natuurlijk eigenlijk pas net een Lambo. Waar hij pas een x-aantal keer mee gereden heeft. Maar hij heeft toch voor McLaren gekozen. Dus hij haalt hem alweer in. Hoe dat zit, dat gaat hij zometeen maar lekker aan jullie uitleggen. Want ik kan het nu niet. Want ik wil koffie drinken. Nee, we gaan het gewoon even vragen zo, Roy. En het wordt weer een superleuke dag. Ik hoop dat jullie mee gaan genieten. We gaan even zo een hele gave gele monster bekijken. En die nemen we dan ook gelijk mee. En die kan Roy in zijn garage zetten. Echt wat een leven. Oké, bak je pleur erin. En dan gaan we rijden. Niet met deze wagen. Dat gaan we niet doen, hè. Dat vind ik gewoon onzin. Want vandaag is de Roy Show. En dan kom je met zijn auto. En dan is het ook zo van, hey, kijk mij. Ik heb ook zoiets. Dat vind ik dan heel snel. Dus dan ga ik maar gewoon lekker met mijn andere auto. Want vandaag staat het in het teken van Roy, van Roosje Supercar. Oké, nou, even atje. Caffeine boost. Non de ju, het is nog een mooie dag ook om die wagen op te halen, zeg. Top voor Roy. We eten vis, dus drinken we Baron de L. Het leven dat ik leid, het gaat soms te snel. Het is de hemel op adem, maar soms een hel. Volg je dan, kleine jongen, en dan komt het wel. Oh, het nieuwe album van kleine jongens. Daarvan aan het genieten. Ibiza Stories. Oké, jongens. Laten we raden in wat voor stemming Roy is. Roy heeft altijd een paar modes waar hij in gaat als er iets lijps gaat gebeuren. Hij is of compleet overhyped. Zo. Hij is of compleet overhyped en helemaal druk en grote kijkers. Of hij heeft kleine oogjes. Hij is helemaal zichzelf getrokken omdat hij slecht geslapen heeft. En is heel rustig. Of hij is gewoon normaal. Gewoon zakelijke Roy. Die kan je ook hebben, want waar we nu heen gaan is best wel een chique tent. Het is in ieder geval bij Jonkom, hè, bij mijn Brabander. Kijk, bij Jonk gewoon, weet je, dat is gewoon gekkigheid. Dat is goed en gekkigheid. En dit is goed en degelijk. Vast leuke mensen hoor, daar niet van, maar het is iets zakelijker. Dus ik denk dat Roy of een pak aan heeft, of een heel strak shirtje. Oh, ik ben zo benieuwd, ik ga heel goed. Dan was ik hem dan straks zien, denk ik. Ja, meestal als kleding zie je al aan Roy in wat voor modus die is. Qua... Oh, ik heb echt zin in voor mijn maatje. Hij heeft er ook zo zin in. Hij is zo hyped ook de laatste tijd voor deze auto. Zeet, zeg even hoi tegen de vlog. Hoi vlog. Ik weet je waar ik ben. Ik kom nu aan. Nee. Hè? Waar kom je aan? Ik kom nu aan, denk een kilootje of twee. Ja, je zak zeker. Ja, dat weet je zeker. Nee, kijk, ik ben... Oh, ik zeg nee, kijk, maar ik zit met jou te bellen. Ik ben in Utrecht. Ja. Het wordt een Lauwman dagje. Hè? Oh, fucking Lauwman. Ja, Roy gaat zijn nieuwe auto ophalen. Bij Lauwman? Ja? Performante? Nee, geen Performante. Wat denk je dat hij gaat halen? Ja, ik denk Performante, want hij had het er toen over, omdat die Evo niet zo lekker op de weg was. En toen, Evo, ja, Performante is uitgespeeld, jongen. Nee, het is geen Performante. Wat denk je dat het is? Ja, dat kan niet anders. En? Die LP 720. Ja, klopt, een McLaren, een 27S gaat hij halen. Oh, die is levensgevaarlijk. Roy vindt hem heel veilig, zeg je. Ja, maar hij is vet hoor, hij is super dik, hè, maar hij is snel, jongen. Nicky Romero heeft er ook een, maar die is snel, jongen. Ja, we hebben toen een keer een leenauto mee gehad, hebben wij ook in de dag zo'n ding gereden, dat was fucking vet. Ja, klopt. Ja, dat was niet normaal, ik heb toen ook mee gereden nog. Ja, dat was echt, in zijn drie spinnen die nog. Ja, maar hoe heet het? Bel jij, voor wat bel je eigenlijk? Want ik moet wel uitstappen nu, want het moest om 12 uur zijn, het is precies 12. Oké, jij stond eraan bij,
jij bent dan 5 uur televisie ook, of jij even een storytje zou willen doen, dat jij ook om 5 uur op RTL 4 bent. Oh ja, ik is goed, dat doe ik wel even, joh. Ja, wat lief, jongen. Laat maar weten, ja? Oké, okay, succes met je kont of vegen, groetjes. Yo. Yo. Yo, vrienden, bedankt. Ja, daar ben ik dan. Kijk, ik zie daar al McLaren voor de deur staan. Maseratietje hier zo. We gaan eens even kijken of Roy er al is. Nou, iedereen is er al. Maar raad wie er nog zelf nog niet is, Roy. En ik zweer het je, ze zeggen van niet. Maar volgens mij is dit Roy's Lambo. Dit is toch zijn oude Lambo. Zelfde interieur, alles. Zelfde kilometerstand. Maar ze wezen van nee. Ik vroeg van, is dat Roy's auto nou? Ze zei nee, dat is Roy's auto. Toen wezen ze daar achter in de showroom naar een auto die onder een doek stond. Maar dat is wel mooi, daar op de achtergrond zie je al Roy's maat al zitten. Dat vind ik ook zo mooi. Poeh. Gaaf, hè? Kijk eens even die kleur ook. Die luchthapper bovenop. Oh, gaaf. Wat een dikke wagen. Ja, en zo eentje heb Roy nog gekocht, de 27S. Heel gaaf, de donkerpaars. Ik zal even naar de auto toe lopen. Die Roy gaat kopen, dan kunnen jullie zien dat hij hartstikke mooi onder een doek staat. Kijk, daar heb je hem hoor. Ja, die gaan we zo zien. En hier zo staat de Murcielago. Die zie je zo weinig en helemaal niet de roadster. Althans gewoon de cabrio versie, kijk eens even veel. Alleen die wil je echt niet hebben, naar mijn mening, qua onderhoud. Maar qua geluid, pol. Beste V12 ooit gemaakt, vind ik. Qua symfonie. Nog steeds dik, hè, ondanks dat hij zo oud is. En altijd die uitlaat, die moet me altijd denken. Als hij die dubbele heeft. Oh, aan een trompet. Zie je dat? En hoe dit ook gedaan is, zo Italiaans. Dit is gewoon vast glas, weet je wel. Ja, na de Murcielago moesten ze natuurlijk komen met een nieuwe. En toen kreeg je deze. Nou, en daardoor. Kijk, staat hier een mooie vleugel. Roy, hebt er 2 van, zo breed loopt hij. Mooi, hè, die machinerie. Hoe dat eruit ziet. Wat ga je spelen, Ido? Dus ik zelf eigenlijk over. Kan je iets van Mozart? Ja. Lul niet. Kan jij Mozart? Oh mijn god, ik vind het fantastisch als iemand goed een instrument kan bespelen. Wat de fuck? Oh, je kan zelfs... Lastig. Ik vind het heel knap dat je überhaupt Mozart kan, man. Kan je ook iets, het is best een haasliedje, iets gewoon iets heel rustigs spelen? Even denken, wat is iets rustigs? Gasten klappen. Het wel echt, man. Fantastisch, gast. Hij gaat er ook helemaal in op. Super. Jij bent toch Queen fan? Ik ben Queen fan, ja. Oké, laatste dan. God. I've paid my dues time after time. So we are the champions, dit, hè? Kijk hem spelen, joh, die hitte. Wat goed, dit gast. Genieten.
niet eens één fout bij deze. Ik vind dit zo gaaf. Gast. Maar waar de fuck heb je dit geleerd? Ja, fantastisch. Waar heb je dit geleerd? Ik heb een jaartje of 8 pianoles gehad. Dat is te merken, ja. Je deed deze helemaal feilloos, weet je dat? Nou, dat is niet helemaal. Ja, voor mijn gevoel dan. Ja, ik hoor natuurlijk zelf alle foutjes, maar ja. Fantastisch, gast. Ja, er stonden leuk. Net wel een paar mensen op, die konden niet meer praten en die gingen ergens anders zitten, volgens mij. Lekker boeien, gast. Hier, pak mijn ijzer green. En anders niks. Kijk, dit is ook vet, hè. Zo'n blok. Plak. Nou, Roy is er hoor. Heb gelijk het papierwerk rondgemaakt. Ja. Ja, het is lekker. Nog steeds vierkant, maar... Jongen. Hij is wakker. Zo. Roy. Weet je wat echt niet zou kunnen in deze zaak als je een scheet zou laten? Gaan we het samen doen? Ga je ervoor staan? Jij bent echt verschrikkelijk. Jij bent echt heel erg eigenlijk. Eerder de geur, denk ik. Ja, de geur. Even kijken, wat is handig? Om zo naar achteren. En ook naar achteren. Loop naar achteren. Zo. Gast, tril gewoon een beetje. Vind het fucking ziek. Klaar hoor. Woehoehoe. Yo. Wat een kleur. Gast, wat een auto. Gefeliciteerd, maat. Dankjewel. Christus de paard. Hey Roy, wat een spoiler zit erop. Ja, gaaf, hè? Net zo breed als de auto. Ja, en dit, ja. Vleugeldeur, hè? Kijk eens even, joh. Is dit met die active wing, dat die op... Ja? Wauw, wat een bak, hè. 27S. Voor de 720 pk die dit ding heeft. Maat, je hebt Alcantara en je hebt Alcantara. Ja. Ja, hij is helemaal volgeladen. Alles zit erop. Ja, is full option? Hele pakket. Gaaf, man. Ook die gele mat heb ik er nog in laten zetten. Ja, gele remklauwen. Ja, Thomas, hij is echt helemaal volgeladen, toch? Tjonge, wat een ding, hè. Kijk die verlichting ook. Die streep. Ja, Volcano. Mooi dat ze die kentekenplaat gebogen hebben. Want soms zie je zo dat die recht is. Er zit een ruimte tussen. Beste heer, bezel ze. Nou, plezierige kilometers gaat hij er mee hebben. Wat een ding. Hier zo staat een Royce RSQ8 te koop. En dus wel zijn Lambo. Dit is dus wel zijn Lambo. Werd gewoon in de zijk genomen. Hè. Die heeft ingereld hierop. En wat een lenzen zitten er ook op. Kijk. Voor de surround camera. 360 camera. Roy, kan ik veilig hier blijven staan? Of wordt het weer... Hij ging al. Wat een... Ik denk, maak hem even iets losser, dan spuit dat maan, weet je wel, maar helaas. Top, het lot zit maar een keer mee. Ik heb een schouw voor je. En Roy, waarom nou een McLaren? Ja, waarom die Lambo eruit? Ik ga één keer hierin rijden, straks. Dat gaan we straks wel even doen. En dan begrijp jij waarom een McLaren. Ja? Ja. Dat is puur de reden, omdat je denkt van dit rijdt zoveel beter. Ja. Ten eerste, de snelheid van 100 naar 300. Ik zal wel even nog in enigszins normale termen blijven. Van 100 naar 200 is echt niet normaal. Oh, dat is ook normaal, hè? Wegligging, fantastisch. Systeem die erin zit, fantastisch. Ook het feit dat, daar kan Thomas meer over vertellen, maar dat het Formule 1 team, zeg maar, daadwerkelijk systeem in deze auto heeft gestopt, die dus het Formule 1 team ook gebruikt. Voor de wegligging en voor tractieverlies en dat soort dingen. Je kan de versnellingsbak
afzonderlijk instellen van jouw rijgedrag. Dus bijvoorbeeld wil jij heel sportief sturen, maar met een comfy versnellingsbak, dan kan dat. Maar wil jij juist heel erg circuitachtig sturen en circuit versnellingsbak, dan kan dat ook. Dan gaat je ESC voor 80% uit. Dus je kan ook veel meer de auto echt helemaal configureren naar je eigen wens. En dat vind ik heel gaaf. Dus ik zet hem altijd op sport-sport, dat vind ik het chillste. Dan heb je nog al je systemen aanstaan en dan kan je gewoon rammen. Maar ja, de echte, het schijnt zo te zijn dat na mijn circuitdag, want die zit er ook bij. Dus die krijg je erbij, hè? Als die rijvaardigheidstrainingsdag, zeg maar. Dan schijnt de track optie ook wel heel erg interessant te worden. Daar heb je wel trek in. Ja, proost. Dankjewel. Fantastisch hoor. Ja, ja, wat gruwelijk, hè? Ja. Thomas, wil jij eens laten zien hoe die de hardtop erop gaat en eraf? Ja, het is dus ook een hardtop en dat vind ik mooi. Want we hadden daar laatst een gesprek over. Dat Porsche heeft heel veel auto's met zo'n zacht dakje. En dat doet echt af van de auto. Ja man, ik vond het bij mijn eigen Lambo ook echt jammer, bij de Evo. Ja, die had dat ook. Ja. En bijvoorbeeld Ferrari en McLaren hebben vaak een hardtop. Let op. Dit is echt zo gruwelijk. Let op. Doe dat dan met de sleutel, Thomas. Ja, met de sleutel. Ja, nee. En snel, hè. Kijk eens, en het is ook nog glas ook, joh. Ja. Het is eigenlijk ook een semi-panoramadak. Heel snel. Gast, dit was hoeveel seconden? Onder de 10. Zelfs, ja. Zo. Hier, en dat doet dus veel minder af dan zo'n... Maar zie je dat? Je ziet nu dus ook niet eens dat het een spider is. Dat vind ik zo gaaf. Dat vind ik veel. Een soort easter egg. Ik heb geen idee, ja. Transformer. Ja, een transformer, ja. Ik heb echt geen idee dat het een spider is. Ja, kijk die kleur. Maar wat voor spider is het dan? Kijk, als je hem van dichtbij ziet, dan zie je dat het een soort van... Paramour. Ja. Paramourtje. Maar ik had nog nooit van deze spin gehoord. Ja, dankjewel. Ja, ik ben wel bang voor spinnen hoor, dus doe maar rustig aan zo. Het idee is dat je er niet mee spint. Nee, ja. Nee, dat moeten we proberen. Loop je dat? Ja, en deze, Don, wist je dat deze ook functioneert als luchtrem? Die klapt omhoog, toch? Ja. Net als een DRS effect. Het is zo'n James Bond idee. Als we echt een keer hard moeten remmen, dan gaat hij gewoon omhoog. En dan voel je dus ook echt dat je in je stoel getrokken wordt. Gewoon echt een luchtrem. Fuck sim. Sta je extra snel, sta je stil. Trouwens gast, moet je mij ook even proosten natuurlijk. Cheers, mate. Cheers. Is dit ook met de vlam of is dat die 675 LT? 600 LT. 600 LT. Als je echt die vlammen die naar boven de Maastricht naar heet genoeg rijdt, dan zou het zomaar ook bij deze kunnen zijn. Toch een extra ontsteking hier dan, hè? En wat ik ook even wil laten zien is de ruimte voorin in deze auto. Echt... Ruimte voorin? Ja. Oh, moet ik dan... voorin echt? Ja, ja. Je kunt er gewoon legit twee handbagagekoffers in. Gewoon geen grap. Ja. Dat is gewoon geen grap. Maar van 0 naar 100 doet hij in? En? En? Goed geleerd, Thomas? Nee. Hij staat. Dit is namelijk wel het idee. Ja. Geen vette vingers. Kijk, geen vette vingers. Ah, als je genoeg blijft bikken, dan komt het vanzelf hoor, vette vinger. Proost. Proost. Proost allemaal, bro jongens. Ja. Maar je moet dat in dat ene dorp, moet je even naar de McLaren. Dat flink punten. Ja, dan krijg je wel vette vingers hoor. Ja. Oké, let's go Roy. 720 pk'tjes. Ja. Ja. Oh ja. Fabrieksuitlaat klinkt goed. En eigenlijk zegt McLaren, hij heeft 720 pk. Al zit je hem op de dyno. Dan 800. Hey Roy, ja. Dit is ziek hè? Dit is heel kort of zo. Wat? Loop naar binnen, het frame. Ja, gruwelijk hè? Hij staat je goed, gast. Ja, staat hij goed? Ja, goud, je stoel zo ver naar voren. Kan je dat scherm eens draaien? Die touchscreen? Nee. Dat is toch science fiction? Dat is zoals je gaat racen toch? Dat je meer gefocust bent. Klopt. Mag ik klikken? Ja, tuurlijk. Kijk dan, gek. Echt science fiction. Ja, dat is lijp. En het is een soort blauw effect, hè, die panorama. Ja, het wordt een klein spet. Kijk, dus nu is hij helemaal weer transparant. Hoe deed je dat nou? Met zo'n knopje en dan wordt hij... Wat ziek! Voor de zon. Ja, sick hè. Dat heb je ook in vliegtuigen. Maar wat doet hij van 0 naar 100? 2,9. En voor het geluid, het raampje wat hier open en dicht kan, die staat nu open. We krijgen nog even een uitleg. Dan mogen we een rondje mee. Hey Roy, wat je bij je Lambo ook niet had, is dit. Launch, dat is toch wel heel vet. Ja. Een soort Knight Rider idee of zo. Launch control is dat. En een heel mooi schermpje zo. Ja, is top man. Helemaal driver focused is die. Ja, klopt. Vind je deze nou echt veiliger voelen dan die Lambo? Ja.
Ook met grote maten? Ja man, ja? Ja. Het is gewoon op die Evo, daar zit de vierwielsturing ook op. En ik kan me echt voorstellen dat voor sommige mensen, voor echte wagenhals, is dat mega vet. Kan je echt ja, heel lijp driften en je ding doen. Maar ik vond dat nooit zo heel chill. Je ging echt door elke bocht, had je het gevoel alsof je eruit ging vliegen. En, maar deze is achterwiel, maar heb je dat niet? Nee, totaal niet. Nee, nou, dat ga je straks wel ervaren. Deze, ben benieuwd. Ja, deze auto, ik weet niet, voelt gewoon heel, juist heel veilig. Ik en, ook wel vet vind dat je, een McLaren is toch iets wat je minder vaak ziet ook. Ja. Ja. Heel, ik vind het een hele gave keuze, ja. Ja, gaaf hè. En dan denk je, ja, maar dit is toch zijn daily driver. Want ja, die Lambo ruilt hij in voor die McLaren, maar wat ruilt hij dan hiervoor in? Ik zou zeggen, hou het in de gaten. Ja, gefeliciteerd hè, Ron. Met wat? Ja, nog even. Ja, ze hebben hier de nieuwe Maserati MC20 staan. Dit is echt zo'n gave bak. Dit is de demo hier zo. Deze kost 4 ton. Nederlands prijs dan, hè. Moet je kijken, wat een bolide. Net nieuw uit de fabriek. De MC20 gebaseerd op het oude model van Maserati, wat een beetje een heilige graal is. En zulke satisfying knopjes. Kijk, dat stuur ook gaaf. Ik ben geen fan van Maserati snel, maar deze bak moet je de voorkant zien. Hè. Dit is een beuker, jongen. Echt mega dik. Hé, hey, daar komt Royce. Wow, je gaat naar buiten. Je gaat naar buiten. En kijk dan, deze auto heeft ook Force Carbon. Dat hebben heel weinig auto's. Zie je dat? Force Carbon. Normaal carbon. Forged carbon. En gewoon vleugeldeuren erop, hè. Wauw. Wat voelt jou op aan dat raam, Roy? Een soort van Maserati logo. Ja, gaaf, hè? Ja, vet. 630, jongens. 630 pk. Ik zit te kijken. Achteruitrijcamera hier. Oh nee, toch niet? Je zit hier zo. Dit is dus een camera voor de achteruitkijkspiegel. Want je kan eigenlijk niet kijken als je een normale achteruitkijkspiegel op zou hangen. Dus dat is gewoon een beeldschermpje in je spiegel. En dat ziet er heel gaaf uit. Je ziet wel dat het scherm is, zie je dat? Hier, Roy, is mijn Roy, ga er eens achter staan. Dan kan je zien dat het echt beweegt als een video. Ja, kijk. Doe je gulpens open. Had hij al open. Ja, die had hij al. Had hij hem al open? Zag ik niet? Nee. Ja, heel weinig te zien. Mag hem gewoon starten. Wat is dat voor coole Star Wars intro? Geen idee. Star Wars op de radio. Mag ik een klein beetje reffen? Zachtjes. Zo. Is er mee gereden? Ja, dat is onze demo. Oh, hij is warm. Of niet? Want hij... Ja, ja. Ja. Nou, gas erop dan. Zo, die turbo afblazen. Gaaf, hé. Geen reflimiter, wat goed. Roy kan elk moment aankomen rijden, maar wat komt hier ineens aanrijden? Een McLaren Senna. What the fuck. Million dollar car, bro. Voor onderhoud waarschijnlijk rondje. Ik ga even deze rende meneer aanspreken. Laus controle over, oh, kut, ik dacht dat het Indo was. Oeh, ik wou doen, wat doe je, doe for a living. Het is Indo niet. Kut. Eigenlijk had ik het gewoon wel moeten doen, maar ik schrok. Ja. Omdat ik gewoon dacht dat het Indo was. Had nog grappiger geweest. Yes. Maar ja, heel veel mensen houden er niet zo van, ben ik achtergekomen. Als je aankomt lopen, je doet gewoon vol zo'n grote lens in iemands bek. Daar komt het gele monster. Ziet er bijna giftig uit, hè, zo groen. Hey, gang, 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 reffen. Kan je reffen? Zo, zoeken die kont. Zou je eens de bandjes warm rijden? Ja, ik vond die Lambo onveilig, dus ik koop een McLaren. Nou, het systeem grijpt gelijk in. Jongens, ik wil zo graag voor dit bedrijf werken, jongen. Voor het pijplijf. Daar ben ik helemaal fan van. Oh, zou dat een droom voor me zijn? Jij rijdt! Jij ding! Wat een ding! We hebben hem heel gaaf, hoor. Gaan we even een rondje? Ja, we gaan een rondje, ja. Nee! Nee! Je hebt het raam net over gehad op het dak. Ja, moet je even kijken, hé. Ik heb een slagharen geweest. Okay, dit is slagharen, ja. Een flinke slag zit erin, ja. Ik gooi een pannenkoek op je over op een slagharen. Yo! Wat gaaf, hè. Als je dat eruit ziet. En het dakje gaat open! Yeah. Daar voor maat? Ja, mijn haar kan niet door de war natuurlijk. Kan wij ook zo mooi wegtrekken? Dat ja? Dat gelijk even de EC in zijn werking zetten? Nee. Dat een verhaal om te vertellen geweest, hè? Gewoon de eerste keer. Als je hem had gecrashed? Ja. Gewoon stuur recht houden, banden zijn nu warm, kan er weinig gebeuren.
hem weg liggen. Ja, hij voelt heel lekker. Hij voelt goed, hè? Ja, hij is heerlijk, man. Zo, stuur direct dan? Ja. Maat, fantastisch. We gaan zo meteen even lekker door een tunnel heen. Jij weet welke tunnel dat is. Oh, andere tunnel, ja. Ja, ja, ja. En hier kan je ook wel een beetje... Ja. Maar dan hoor je nog niet zoveel. En je kan nog niet echt lekker terugslagen. En mensen lachen, jongen. Ja, iedereen vindt het mooi. Iedereen vindt het mooi, gast. Wow, doen de boer. Oh, die zat vast. Oh, oh, die was zo heel, heel raar. Een direct impact ook. Er kwam gelijk een geurtje vanaf. Goh, als je naar pils? Zoiets, ja. Heb je gisteren getapt? Maar ik heb net één biertje op. Oh, lekker zeg. Het geluid is ook niet te grof, niet te zacht, maar ook niet te hard. Het is top. Dat wil ik je zo meteen nog eens horen zeggen. Oh. Is het nou, gewoon het perfecte geluid. Ik zou hier niks anders onder zetten. Nee. Oh. Dat wil ik helemaal niet willen. Jij! Turbo blaast ook lekker af. Tunneltje! Deze is echt ziek. Hoor de gunshots. Ze zijn letterlijk echt gunshots. Zijn het gunshots, ja? Ja, ja, echt hard. Oké, okay, maat. Ik hoop dat er eentje komt voor je. Oeh! Oh, dit zijn gunshots, gek! Ja, hè? Zo jammer dat niemand ons voorlaat. Gewoon een beetje afremmen, gewoon rustig rijden, fuck it. Jezus, man. Ik kom ook precies een Lambo tegen en bellen. Camera, kijk. Dat is toch gaaf? Super HD ook. Ja joh, gewoon een supercar, hè? Echt een supercar. Welkom bij McLaren. Dit is zo'n supercar. Ja, dat dacht ik. Het is Roy. Dus. Veel ontwikkelingen in jouw leven op het moment? Veel ontwikkelingen. Hoe voelt het om na afscheid te nemen van de Lambo en RSQ af? Volgens mij heb je er niet heel veel moeite mee. Dat zijn auto's die je allebei heel kort hebt gehad. Ja. Ja, het zit zeg maar zo. Ik had natuurlijk drie auto's. De Tesla, de Lamborghini en de RSQ8. Ja, en dat liep nogal hoog op in de kosten, maandelijks. Daar ga ik gewoon heel eerlijk over zijn. Het is drie keer wegenbelasting, drie keer autoverzekering. Nou, dat is ook niet goedkoop voor zulke wagens. Daarnaast zit je met dat je voor zakelijke auto's een kilometerregistratie natuurlijk moet bijhouden. Dus het ene ritje mag je wel doen met die auto, het andere ritje niet. Het werd allemaal even een beetje te ingewikkeld en te veel gezeik. En toen wilde ik dus weer terug naar twee auto's. Dus we wilden weer terug, of ik wilde weer terug naar twee auto's. En zo is eigenlijk dit idee ontstaan. Toen dacht ik van, nou, die Lambo vond ik heel vet. Alleen ik vond hem niet chill. Vooral in de bochten vond ik hem gewoon niet chill. En toen ben ik verder gaan kijken. Toen kwam ik hier bij Lauwman terecht. Eigenlijk een beetje door Jozef Libanski. Die zei van, joh, ga nou eens een keertje een McLaren proefritten. Toen heb ik deze geproefrit. En toen was ik verliefd. Oh, we're here, man. Dit heeft denk ik ook te maken ook met nog wat andere ontwikkelingen die eraan gaan komen. Ja, zeker. Ook nog een andere echt hele grote ontwikkeling. Maar daar kan je nog niet heel veel woorden aan vuil maken. Nee, nee. Nee, nog niet. Nee. Nee, wel iets waar wij al zijn geweest samen, wat jij ook al hebt gezien. Ja, dat was waanzinnig. En ja, dat heeft er ook wel mee te maken dat ik gewoon weer terug wil naar twee auto's. En dat drie auto's echt gewoon dom zou zijn met waar ik nu mee bezig ben. Nee, je was gewoon even gek aan het doen, maar nu, ja. Nu ben je een soort van even aan het prioritariseren. Ja, even geland. Gewoon lekker met Tesla's daily driver, waar ik zakelijk MPV mee kan rijden. Nou, dus dat wordt jouw daily driver? Ja, dat is gewoon mijn bijtellingauto eigenlijk. En dit is dan volledig mijn zakelijke Royalistic mobiel. Dus dat, bro.
Je hebt eigenlijk nu dus pas de auto gevonden even... die je gewoon wil. Ja, ja, en dat, soms duurt dat even. Ja. En ik ben er zo, ja, ik ben echt heel benieuwd wat jij ervan vindt als jij even een stukje gaat rijden. Dus als je het leuk vindt, kan je straks even een stukje rijden. Laat dat een andere keer doen. Dat we echt even de tijd voor nemen, zijn er een andere gast die een rondje mee willen. Ja. En weet dat je het altijd mag in ieder geval. Superman. Ja, het rare is, jij hebt ook nog nooit in mijn Lambo gereden, dus dat moeten we ook gewoon even doen. Ja. Anders doen we toch een keer dag samen van auto's omrijden en dan rijden we achter elkaar aan. Hoe leuk is wel dat? Leuk. Dat is wel echt leuk, gast. Ja. Ja. Dat vind ik een goed idee. Ja, dus vergeet niet te abonneren om dat te zien. Ja, ontgroen even deze auto met de holbewoner. Snap jij dat mensen soms denken, deze gasten zetten zich zo op internet en daardoor rijden ze dit? Ja, ja, zeker. Ja, absoluut wel. Wij snappen het zelf ook niet, jongens. Nee, we zijn af en toe gewoon een beetje in de war. Af en toe dat zakelijke geneuzel, dat hoort er ook even bij. Ik kan me namelijk heel goed voorstellen dat als je kijker bent van ons, ik kan wel inmiddels een beetje ons zeggen, we vloggen zoveel samen, dat je dan wel eens denkt van, fuck, doet die Roy allemaal, of die Ton allemaal, en die Roy jongen, die heeft net die SQ8 en die Lambo, nu alweer gaat allemaal plannen, zo snel. Dat zijn we allemaal aan het doen, joh. Maar weet dat deze optie wel echt ook vanwege financiële redenen is overwogen. En vanwege maar dit is een strategische optie, ja, strategisch, vind ik. Maar ook... dat ik wel echt gewoon met mijn Lambo een paar keer een bijna doodervaring heb gehad. Ik denk van, nou, dat wil ik gewoon niet meer. Ik wil gewoon echt nu een supercar. Nee. Waar, ja, waar echt wel is over nagedacht. En ik ben niet bang voor de dood, dus daarom heb ik nog steeds een Lambo. Nee, jouw Lambo is gewoon 10 keer veiliger dan de Evo. Ja, maar dat komt puur door dat ALA-systeem. En door de vierwielsturing. Dat zit er ook niet op jouw Lambo. Nee, nee. Die heeft gewoon normale vierwiel aandrijving, maar niet veel besturing. Nee, maar dit is een hele doordachte keuze. Ja. En er moet ook wel iets van hersenen achter zitten om alles te doen natuurlijk. Alleen wij zijn gewoon mogolen met een klein stukje intelligentie. Ja, dat kleine stukje. Heeft... Komt er niet vaak uit, man. Die zie je niet vaak. Oh, wat erg weer. Nou, het boeit ons ook gewoon niet, nee, weet je. Je leeft maar één keer, je gaat toch een keer dood. Dus wat zit er nou moeilijk te doen als je ergens moeilijk over zou doen, snap je? Ja. Zo, ik had heel lang een adem gehaald voor mijn gevoel. Snap je net? Dat zit je zo te poepen, ja? Zo poept een holbewoner. Ja, hoe noem je een stuk stront? Een holbewoner? Ja, dat zou kunnen, man. Echt? Oh, kun. Oh, zo diep is de uitering, ouwe. Oké, nou. Ja, de conversatie is voorbij, dus we openen weer de meeting room. De meeting room. Meeting room wordt weer geopend. Oh mijn god. Ik zit te zoeken naar mijn sleutels, mijn huissleutels. Ik heb mijn auto's wel. Ik kan ze nergens vinden. Hier bij Lauwman alles overhoop gehaald. Ik zit mijn hele auto uit te pluizen. Ik kan nergens mijn... Oh, gaat hij nog niet naar beneden, schermpje? Ik kan nergens mijn sleutels vinden. Gewoon helemaal nergens. Ik kijk op mijn camera's. Heb ik het in de voordeur laten zitten? Nee, ik terugspoel naar het moment waarop ik mijn huis verlaat. Laat ik ze wel mijn voordeur zitten. Heeft een DHL-bezorger mijn sleutels, pakt hij uit de deur. En brengt hij naar de beelden op de buren. Wat? Brengt hij mijn sleutels naar de buren? Dus ik moet even bij de buren aanbellen. Echt dikke shout-out naar jou, maat. Topgozer dat je bent. Shout-out naar DHL. Goeie werknemer. Althans, zo ziet het er nu uit als het naar de buren brengt. Ik kan natuurlijk de huis van de buren net niet zien op mijn camera's. Want dat mag niet. Dus, maar ik zie mijn sleutel pakken, loop me voortaan uit de hoek om. En dan zie ik hem de tuin van de buren lopen. Ja, daar zie ik niks meer. Dus dat moet wel naar de buren gebracht zijn. Dus wel echt top dat hij dat doet. Ik hoop dat het waar is, maar ja, dikke shout-out naar hem. Ik ga snel naar huis, ga kijken of die bij de buren ligt. Wat ben ik ook een verschrikkelijk verstrooide, chaotische biel af en toe. Kijk, en daarvoor heb ik dus die camera. Stel je voor, hij had besloten om alleen al de sleutel om te draaien. En die voordeur gaat maar een beetje open. Ja, dan gaat de pleuren zijn, want dan gaat mijn alarm af. Dus dat voordeel heb ik natuurlijk nog wel. Volgens mij moest ik hier links. Ja. Ja, en ik heb gewoon natuurlijk overal camera's. Dus dat is ook echt fantastisch. Goh, je zou het maar niet hebben. Je zou maar een slecht persoon treffen. Hè? Dan ben je gewoon fucking hard te lul. Dus in principe kan er niet heel veel gebeuren. Want alles wordt natuurlijk gefilmd en mijn alarm staat erop. Maar alsnog, hoe kan ik nou zo verstrooid zijn dat ik mijn sleutel... Weet je wat ik deed? Ik deed mijn sleutels in de voordeur. En ik draai me gewoon niet om. Ik pak mijn sleutels niet, maar ik pak mijn camera aan en ik begin gewoon te filmen. Ja, nou, daar ga je al natuurlijk. Dan zie je wel wat mijn trio heeft. Waar mijn passie ligt. Nee, snel maar naar huis en het fixen. Oh mijn god, wat een held. Wat een held, die DHL-bezorger. Altijd op een briefje, ligt bij de buren. Blij mee. Fijn dat er gewoon dat soort mensen zijn, hè. Met een goede opvoeding. Fijn. Top. Ik ben een topper, maat. Nu de deur open doe, ik ga gelijk klaar, man.
Lekker, lekker. Wat heb jij meegenomen, Jeffrey? Lekker. Lekker. Voor in de partybus. Ik ga mijn telefoon pakken en dan gaan we er vandoor. We gaan met die gasten lekker uit eten, want alles is weer open. Dus we gaan even naar Den Haag. Bobby heeft gereserveerd. En dan pakken we natuurlijk wel de partybus. Champiebus. Champiebus. Bob is de Bob. Momentje, ik ben heen niet. Terugweg ga ik wel rijden. Ik wil wel in rijden hoor. Ik ben moe man. Ja, prima. Ja ja, naar Amsterdam, of naar Den Haag. Lekker eten en feesten, lekker. Ruus. Naar beneden die hendel. Zo, ja, naar beneden. Naar rechts, dan naar beneden. Ja. Ja. Gevaar, oh, je hebt hem in zijn vrij. Hij staat nog op de handrem, hè? Oh nee. Gevaren licht uit. Op zijn D. Kijk eens. Ja. 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 Hey, we zijn los, mannen. Hey. In stijl uit eten. Iedereen met een champie. Maar Bobby met een focusje in de houder daar. Mermet heeft nog steeds een piemel. Jeffrey niet. En dan wij naar zo, uit eten geweest, daarna helemaal naar de ratten gegaan in die bus. Een paar dames opgehaald, nog even gefeest hier. Helemaal naar de ratten. Morgen echt met de ziekste kater. Superleuke superdagdoer met Dennis. Superdagdoer. Superdagtour met Dennis. Wordt leuk. Dames en heren, jullie weten wat ik ga zeggen. Dat is de. Heel erg bedankt voor het kijken. Ik ga zeggen wat ik altijd zeg. En dat is tot de volgende video. Laat het toppers! Gaulo ziek ding, man. Ja.